Hallo, vandaag heb ik van de boekshelf mijn april boekenbox binnengekregen. Het is al even geleden dat ik bij hun een boekenbox heb besteld. Ik weet ook al welk boek erin zit en het maakt een serie compleet voor mij. Dus daar ben ik wel heel blij om. En als het goed is, zitten er ook een paar goodies bij. Vanwege corona stond er wel bij dat het niet allemaal even bijzonder is. Maar we gaan zien wat erin zit. Ik ben benieuwd. Even kijken hoe ik de doos open maak. Want er zit goed. Heel goed dicht geplakt. Altijd fijn, al die goede. Tapejes en zo. Nou, dan maar zo. Boom, open. Dan vind ik als eerste een heel leuk envelopje. Met een soort witte klolletjes verf erop. En dan zit er daarin. Oh, wat leuk. Een aantal. Een aantal schattige plaatjes van Harry Potter figuurtjes en de kleine zeemermin. Je kunt het niet zo heel goed zien, maar er zit een Ursula bij, een botje en een paar Harry Potter figuurtjes. Het zijn of stickertjes of het zijn een soort van plaatjes die je zelf moet lijmen en op moet plakken. Dan begin ik weer. Hier staat trouwens geen cijfertje op. Dan zie ik hier vervolgens cijfertjes erop staan in de volgorde van hoe je het moet uitpakken. En er zit een bordje in van de Polymoon Dust. Daar zal dit cadeautje vandaan komen. Kijk, staat er ook op. En dan beginnen we met, ik ga het gewoon maar uitpakken, een mooie geurkaars. Met de titel Elf Heen. Het is een soy candle met perengeur. Dan ga ik even snuffelen. Oh ja. Ik ben heel benieuwd hoe die ruikt als ik hem aansteek. Ik ben niet iemand die al die boekish candles bewaart. Ik vind het gewoon echt veel te lekker om ze op te stoken. Nou, openmaken ging makkelijker dan weer dichtdraaien. Zo. Dan hebben we hier nummertje 2. Een gezellig poezenpakketje. Dan zit hier de. Ik ga niet zo goed met netjes openmaken van de dingen, zie ik al wel. Het gaat allemaal een beetje. Maar hier zit in een de boekshelf boekenlegger. Reading is for awesome people. En dan voorkant staat: she never cared for the crown. She preferred a book. Dan is dit pakketje 3. Buckthorn Guave. Zo te zien is het een Your Daily Teacup. Een rooibos theetje. Dus dat gaan we lekker uitproberen. En dan hebben we hier het boek. En een persoonlijk briefje van de verkoper. Hoi Nanne, leuk om te zien dat je weer eens een bestelling hebt geplaatst bij de boekshelf. Hoe gaat het? Ik hoop dat alles goed is. Excuses voor het wat langere wachten op de box. Het was en is deze maand ontzettend druk. Goodies en de uitleg waarom ik ze voor jou heb gekozen staan vermeld op de andere brief. Ik wens je veel leesplezier toe en ontzettend bedankt voor je bestelling. Vrolijke groet van Peggy, de boekshelf. Altijd leuk als ze er een eigen briefje bij doen. Dan is hier nog een briefje met uitleg van de goodies. De eerste goodie is in samenwerking met een leuke en jonge onderneming. Goodie sluit mooi aan bij het boek en is speciaal ontworpen en gemaakt voor de klanten van de boekshelf.
een boekjesitem om in je kast neer te zetten. Dat ging over de geurkaars. De tweede goodie hoeft geen uitleg. Die kan niet missen in een boekenbox. Dat ging over de boekenlegger. Het is een boekenlegger die gemaakt is vanwege 8 maart, de Internationale Vrouwendag. Goodie 3 is de thee die ik gekregen heb. Het is rooibos thee met wortel, sinaasappel en duindoren. Ruikt een beetje zoetig, dus ik ben benieuwd. Een klein extraatje. Je gaat graag naar Disney en je bent ook dol op Harry Potter. Vandaag heb ik vandaar dat die kleine stickertjes erbij zitten. Dat waren de goodies in de boekenbox. Veel plezier met het boek. Ook echt super leuk ingepakt. Van die leuke boekjes washi tape. Dan ga ik een poging doen tot redelijk netjes uitpakken. Maar ik ben er eigenlijk nooit zo heel erg goed in. Oh, en daar is hij dan. Het lang verwachte derde deel. De Verbannen Koningin. Van Holly Black. Een limited edition boek met sprayed edges. Een beetje bronskleur. Aan de binnenzijde van het boek is ook prachtig artwork te vinden. Achterzijde trouwens ook. Het boek zelf is zwart linnen gebonden. Met een kroon erop. En op de zijkant staat dan nog de titel en schrijfster. Dit is de Elfheims serie. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Mijn derde boek. Ik heb het eerste en tweede boek ook in de limited edition. Dus mijn serie is nu compleet. Allemaal met sprayed edges en van die mooie artprint erin. Ik ga het boek dus ook zo snel mogelijk lezen. Want ik wil heel graag weten hoe de serie afloopt. Ja, dat was eigenlijk de boekenbox van de Bookshell. Ik ben er heel erg blij mee. Hartstikke leuk. Een boek, een boekenlegger, een kaarsje thee en een paar stickertjes. Hartstikke tof. Dan wilde ik eigenlijk nog even tussendoor iets anders laten zien. Even dit aan de kant zetten. Ik heb van een andere boekenbox verkoper, Illumicrate heet hun, uit United Kingdom. Heb ik vorig jaar een box gekocht met een deel 1 van een serie en goodies daarbij. Dus een themabox. En de andere twee boeken die bij die trilogie horen, kon ik daarom als een van de eerste ook bestellen, zodat ik de reeks compleet zou krijgen. En die zijn vandaag binnengekomen. En dat gaat dan, het tweede boek heet Days of Blood and Starlight van Lainey Taylor. Met hele mooie roze sprayed edges. Handtekening. Dus hij is gesigneerd. En in de dustcover zit een hele mooie artprint verwerkt. Ik ga hem even laten zien. En het boek zelf, deze is een beetje rood-roze. Staat nog een mooie quote op de voorkant. En op de zijkant staat de titel van het boek en de schrijfster en de uitgever. Hier staat ook nog een veertje in gedrukt. En dan heb ik dus ook het derde boek van de serie binnen. Dat is het boek Dreams of Gods and Monsters. Die heeft oranje gesprayed edges. Ook deze is gesigneerd. En ook deze heeft een hele mooie artprint aan de binnenzijde van de dust jacket. Ook hier staat weer een mooie quote op het boek. Met een veertje. En aan de zijkant weer de titel en de uitgever en de schrijfster. Het eerste boek had ik dus al. Ik zal hem ook nog even laten zien. Want ik heb hem denk ik nog niet eerder laten zien in een filmpje. Dat is het boek Daughter of Smoke and Bone. Blauw stijl, sprayed edges. Daar zat
Dat was een hele themabox, dus er zaten allerlei goodies bij. Dan hebben we hier ook weer een prachtige art aan de binnenkant van de dust jacket. Ook weer zo'n mooie coat. Ook weer de titel. En deze is ook gesigneerd, als het goed is. Even kijken, ja. Is ook gesigneerd. Dus deze drie zijn allemaal in dezelfde stijl, zodat je de trilogie compleet hebt met allemaal dezelfde stijl boeken. Daarnaast zat er in die boekenbox diverse goodies bij, die bij voornamelijk het eerste boek van de serie hoorden. Onder andere twee boekensteunen, waar ik ze ook tussen ga zetten. Er zat een boeksleeve bij, die ik ook nog steeds hier heb, met een coat van het boek. En een mooie artprint. Daar kun je dus je boek in vervoeren. Die hoort ook echt bij deze boekenserie. Er zat een boekenblik in. Een blik in de vorm van een boek. Een pin. Een prachtige print die erbij hoort. En een mok. Die heb ik allemaal nou niet bij de hand. Ik kan me ook even niet herinneren of ik van deze box echt een unboxing heb gedaan toen de tijd. Of daar toen al echt mee bezig was. Zowel, dan staat die ergens op dit YouTube kanaal. Ik heb echter wel hier de boekensteunen. Hier staat nog op: Once upon a time an angel and a devil fell in love. En op het tweede deel staat dan: It did not end well. En dan ga ik ze hier tussen zetten. En dan heb ik mooi met boekensteunen de boekenset compleet. Dus ga ik even kijken. Of ik dat nog even kan laten zien hoe dat er dan uitziet. Even kijken. Dan heb je ze zo in de boekensteunen staan. En die wil ik op mijn boekenkast gaan zetten. Daarbovenop komen ze dan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet ze nog wel gaan lezen. Ik heb nog best veel boeken in de wacht. Dus voorlopig gaat dat nog even duren. Toch ben ik heel blij met deze boekenset. Ik vind het altijd heel leuk als ze matchen. En ik ben dol op de speciale edities. De artprinten, de spirit edges. Dus ook hier ben ik weer heel erg blij mee. Ik dacht, ik laat ze gelijk even zien in dit filmpje. Nou, bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. Doeg!